Een beroemd decimaal getal begint met 3,14159265. Als je een getal hebt waarbij er cijfers achter de komma staan, dan noemen we dat een decimaal getal. Een breuk kun je vaak als decimaal getal schrijven. Het is handig om een aantal breuken en de bijbehorende decimale getallen uit je hoofd te leren. Een rijtje. 1 tweede is 15e. Een vierde is 25 honderdste. Een vijfde is 2/10. 1 achtste is 125 duizendste. Een tiende is 1/10. Een 20ste is 500ste. 1/25ste is 400ste. 1/50ste is 200ste. 1/100ste is 1/100ste. 1/1000ste is 1/1000ste. Misschien valt je op dat ik 1/3 niet in het rijtje heb opgenoemd. Dit komt omdat je deze breuk niet zo netjes als een decimaal getal kan schrijven. 1/3 als decimaal getal is namelijk 0,33333333 en zo oneindig door. Daarom is 1/3 als breuk laten staan makkelijker dan er een decimaal getal van te maken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor 1/6, 1/9, 1/12 en nog veel meer breuken. Dus niet alle breuken zijn makkelijk als decimaal getal te schrijven. Als je weet dat je 1/5 kan schrijven als 2/10, dan weet je ook dat 3/5 te schrijven is als 1/16. En als je weet dat 1/25ste te schrijven is als 400ste, dan is 8/25ste te schrijven als 32/100ste. Soms helpt het om een breuk zo te schrijven dat de noemer 10, 100 of 1000 is. Want 7/20ste is gelijk aan 35/100ste en dat is uiteraard 35/100ste. Natuurlijk kan het zijn dat je een decimaal getal ook moet afronden, maar dat verdient een video op zich. We hopen dat je wiskunde met ons wilt blijven leren. Dus vergeet je niet te abonneren en graag tot de volgende keer.